Broeders en zusters, ik wil graag met jullie nadenken over het thema Timotheus, de man die God toebehoorde. En de aanleiding voor deze boodschap is de ontmoeting met een aantal gelovigen die ik de laatste tijd heb gehad. En die vertelden over hoe God in hun leven was gekomen. En het waren stuk voor stuk indrukwekkende getuigenissen. Maar één ding viel me op, en dat hadden ze eigenlijk allemaal gemeenschappelijk. Er was sprake van een heel heftig verleden. En dat niet alleen, maar er was ook sprake van blijvende schade in hun leven tot op de dag van vandaag. En het is geweldig als iemand de Heer Jezus vindt. En als we mogen getuigen dat God ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar de vraag kwam naar me toe, en dat heeft ook wel te maken met het feit dat ik aan mijn eigen kinderen dacht. Moet je nou eerst helemaal ontsporen om uiteindelijk bij de Heer Jezus uit te komen? Moet je nou in de taal van 2020 eerst helemaal losgaan in de wereld om vervolgens de Heer Jezus te vinden? Nou, ik wil je vanmorgen meenemen naar de persoon en het leven van Timotheus, waar ik de afgelopen tijd over na heb gedacht en over heb gelezen. En ik wil je 5 gedachten, 5 principes delen met je delen uit zijn leven. Laten we eerst een aantal versen lezen uit 1 Timotheus 1 en uit 2 Timotheus 1. We beginnen te lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 1. Daar staat in vers 1 het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. En dan nog een paar versen uit 2 Timotheus 1. 2 Timotheus hoofdstuk 1. We lezen daarvan vers 3 tot en met vers 14. 2 Timotheus 1 vers 3. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangene. Maar leid met mijn verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus. Die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Door het evangelie. Waarvoor ik ben aangesteld als prediker en apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is. Nou, tot zover deze 2 gedeelten uit de eerste brief aan Timotheus en uit de tweede brief. We denken dus na met elkaar over Timotheus, een man die God toebehoorde. En ik wil 5 gedachten met je delen, 5 principes. En het is mijn gebed geweest in de voorbereiding dat dit woord tot bemoediging zal zijn voor jullie als ouders, als je je kinderen opvoedt. En dat het ook een aansporing voor de jongelui zal zijn om de Heere vroeg te zoeken, want wie hem zoeken, die zullen hem vinden. Nou, de eerste gedachte waar ik met je over na wil denken is deze, dat Timotheus gezegend is door de generaties voor hem. Mijn eerste punt is dan ook Timotheus en de generaties voor hem.
Het is interessant om namen te bestuderen in de Bijbel. Nou, als je de naam Timotheus bestudeert, dan betekent zijn naam zoveel als de Godvrezende of de Godsvereerde. En je kent allemaal die tekst wel uit Spreuken 9 vers 10, waar staat: de vreze des Heren, dat is beginsel van de wijsheid. Hij had het niet van een vreemde, zou je kunnen zeggen. Want als we even kijken naar de generaties voor hem, dan lezen we, dan hebben we net gelezen in die eerste of in de tweede Timotheusbrief over zijn moeder en over zijn oma. Zijn moeder heette Eunice, dat betekent zoveel als met overwinning gezegend. En zijn oma heette Lois, en dat betekent de aangename, de betere of de welgevallige. Hij had een godvrezende moeder Timotheus en hij had een godvrezende oma. En nu weet ik besef het, het is geen garantie dat als je moeder de Heere God vreest en je oma godvrezend was, dat het mensen waren die dicht bij de Heer leefden, dat jij als vanzelf dat ook zal gaan doen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, dat wil ik duidelijk onderstrepen. En toch geloof ik dat de Heere God het wil gebruiken in de levens van ons nageslacht. Als wij trouw hem volgen, als we voorbeden doen, als we voorleven, als we onderwijs geven, et cetera, et cetera. En je ziet dat vaker, niet alleen in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis. Laat me nog twee voorbeelden geven. Als we denken aan bijvoorbeeld Hanna en Samuel. Hanna, lees het in 1 Samuel 1, was een godvrezende vrouw. En zij heeft de Heere gezocht voor haar kind. Ze verlangde een kind van de Heere God. Een zoon. En ze zou hem toevertrouwen. Ze zou hem teruggeven aan de Heere als ze eenmaal een zoon zou ontvangen. En ze ontving Samuel. En Samuel is tot grote zegen geworden voor het volk. En heeft geleefd tot eer van God. Je ziet daar dus dat ook het verlangen van Hanna, de gebeden van Hanna, zijn door de Heere God verhoord, gebruikt. En Samuel heeft een rijk gezegend leven gehad. Maar je ziet het ook in de kerkgeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Augustinus, de kerkvader. En zijn moeder Monica. Augustinus kende een tijd in zijn leven dat hij aan God nog gebod wilde doen. En zijn moeder die probeerde eerst met Augustinus in gesprek te raken. Maar ze merkte op een gegeven moment, ik kan zijn hart niet bereiken. En toen is ze uiteindelijk tot de ontdekking gekomen. Ik moet niet alleen met Augustinus over God spreken, maar ik moet eerst en vooral met God over Augustinus spreken. En ze heeft talloze gebeden tot de Heere God opgezonden. En je kent misschien wel die bekende uitspraak van bisschop Ambrosius met betrekking tot de gebeden van Monica, de moeder van Augustinus. Bisschop Ambrosius heeft gezegd: waarlijk, een kind van zulke gebeden kan niet verloren gaan. En daar wil ik je mee bemoedigen. Ik geloof dat wij vandaag wat te individualistisch denken. Ik kom zelf uit een traditie, uit een kerk waar heel sterk verbondsmatig gedacht werd. Een reformatorische kerk. Later ben ik overgegaan meer naar de evangelische kringen. En in de reformatorische kerken denkt men hoofdzakelijk verbondsmatig. Dat wil zeggen, men denkt in generaties. God zal zijn werk voortzetten van generatie op generatie. En ik ontdekte in de evangelische wereld is men erg individualistisch ingesteld. Als ik maar gered ben, als ik tot geloof kom, ik laat me dopen. En ik denk dat we daarmee ook iets kwijt zijn geraakt. Want de Bijbel leert mij, laat mij een God zien, leert mij een God kennen, die denkt in generaties. De God van de Bijbel is de God van de generaties. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God werkt door generaties heen. En dat mag ons vandaag echt bemoedigen. We getuigen als ouders dat we deel hebben gekregen door geloof in de Heer Jezus Christus aan het bloed van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond kent, ook met betrekking tot de volgende generatie, onze kinderen, geweldige beloften. En ik zat dat van de week nog eens na te lezen, Jeremia 31, maar ook 2 Korinthe 3. Daar staat onder andere: want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Er liggen geweldige beloften voor het nageslacht. Voor ons die leven onder het nieuwe verbond.
En daar mogen we op pleiten. Daar mogen we gebruik van maken. En je ziet door de geschiedenis heen. Hier in dit geval, in het geval van Timotheus, aan de godvrezende oma, Lois, aan de godvrezende moeder, Eunice. En ik geloof dat God de gebeden, de worstelingen van deze vrouwen heeft gebruikt om het nieuwe leven in Timotheus ook te bewerken. We zagen het bij Hanna en Samuel. We zagen het bij Monica en Augustinus. En ik wil je als ouders hiermee bemoedigen. Houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk leven. Het is altijd te vroeg om op te geven. De God van de Bijbel is de God van de generaties. En uiteraard heeft dat te maken met Bijbels onderwijs. Met voorbeelden. Met het voorleven aan onze kinderen. Maar wees bemoedigd. Op grond van de Bijbel mogen wij verwachtingen hebben voor ons nageslacht. Dat was mijn eerste punt. Timotheus en de generaties voor hem. Het tweede waar ik met jullie over na wil denken is Timotheus en het huwelijk van zijn ouders. En daarvoor bladeren we even met elkaar naar Handelingen hoofdstuk 16. Timotheus en het huwelijk van zijn ouders. We lezen de eerste drie versen in Handelingen 16. Daar staat het volgende. En hij kwam in Derbe en in Lystra. Daar kwam hij aan. En zie, er was een zekere discipel, mooi hè, een zekere discipel, van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. En Paulus wilde dat hij met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Dat is een bijzonder stukje. Handelingen 16, de eerste drie versen. En daar leren we kennis maken met de ouders. Of daar maken we kennis met de ouders van Timotheus. En dat is belangrijk om ook even te benadrukken als we nadenken over zijn leven. Want de ouders van Timotheus hadden een gemengd huwelijk, zo lazen we. Handelingen 16, vers 1. Timotheus, hij was de zoon van een Joodse vrouw, had een Joodse moeder en hij had een Griekse vader. Daar waren dus in één huwelijk twee culturen aanwezig. Hij was opgevoed in twee culturen, een Joodse en een Griekse, met alle gevolgen van dien. Hij had een Joodse moeder en werd pas, dat is opvallend, lezen we in Handelingen 16 vers 3, op latere leeftijd besneden. En je kan je afvragen, waarom, als je dan een Joodse moeder hebt, is Timotheus niet eerder besneden? De Bijbel geeft daar geen antwoord op, maar het zou zomaar kunnen dat dat ook strijd heeft opgeleverd in het huwelijk van de ouders van Timotheus. Die Griekse vader was misschien in strijd met zijn Joodse vrouw, met Timotheus' moeder, over het wel of niet besnijden. Nou, dat is één onderdeel van die twee culturen waar discussie of strijd over kan zijn. Maar geloof me, er is vast over meer punten strijd geweest. En ik denk dat dit ook een belangrijk principe voor ons vandaag is. Juist ook voor de jongelui. Paulus schrijft in 2 Korinthe 6 vers 14. Trek niet een vreemd juk aan met de ongelovigen. En sluit geen ongelijk verbond met hen. In 2 Korinthe 6 vers 14 is het juk een duidelijk symbool van het huwelijk. Mogelijk is Eunice in haar huwelijk tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Dat zou zomaar kunnen. Maar het principe waar het me nu om gaat is dit. Het is heel duidelijk hoe God denkt over het huwelijk. Het huwelijk is geen evangelisatieproject. Het huwelijk is een instelling van God voor één man, voor één vrouw, die in liefde en wederzijdse toewijding met elkaar leven, waar de Heer Jezus het middelpunt is. Waar Hij de centrale persoon is. Waar de Heer Jezus zitting heeft genomen op de troon in beide harten. Daar gaat het om. En daarom trek geen vreemd juk aan met ongelovigen. Het huwelijk is geen evangelisatieproject. En tegelijk, ik weet het, de voorbeelden zijn er, kan God met een kromme stok een rechte slag slaan. En ik hoor het nog wel eens zeggen, ja, tante Truus, die is ook getrouwd met ome Jan. En ome Jan deed nergens aan. En het is ook goed gekomen. Nou, dat zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar het is nooit het principe van God.
dat een gelovige trouwt met een ongelovige. Ga geen ongelijk juk aan. En daarom moeten wij de praktijk, in dit geval van tante Truus en oma Jan, niet de voorrang geven, maar wij moeten het Bijbelse principe aangaande het huwelijk de voorrang geven. Zodat er geen sprake is van gemengde huwelijken. Het huwelijk is een beeld van Christus en zijn gemeente. Intiem, geheiligd, apart gezet, toegewijd. En dat wil ik de jongelui met dit tweede principe meegeven. Als je een levenspartner zoekt, als je daarnaar verlangt, is dat een gezond Bijbels verlangen. Dat je als jongen verlangt naar een meisje en als meisje verlangt naar een jongen. Maar als je dan die levenspartner zoekt, laat dat dan eerst en vooral een zaak van gebed zijn. Dat God iemand op je pad brengt die de Heere vreest, die hem lief heeft en waarmee je een relatie aan kan gaan. En voor de getrouwden wil ik echt vragen, is op dit moment jullie huwelijk op orde? Beide misschien gelovig? Beide tot wedergeboorte gekomen? Beide de geest van God in jullie aanwezig? Maar hoe is het op dit moment met jullie huwelijk? En zeker met het oog op de kinderen. Zijn jullie een eenheid? Zijn jullie een kanaal waardoor God kan werken om je kinderen op een manier op te voeden dat ze zien wat het betekent om de Heere te vrezen? Om hem lief te hebben. En om het smalle pad achter Jezus aan te bewandelen. En proeven, smaken de kinderen dat de Heere goed is. Doordat ze kijken naar jullie huwelijk. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Wat is het belangrijk om niet alleen te onderwijzen. Niet alleen te bidden voor je kinderen. Maar ook om hen voor te leven. Nou, dit was mijn tweede punt over Timotheus en het huwelijk van zijn ouders. We gaan naar het derde principe. En dat heeft te maken met Timotheus en zijn openbare getuigenis. Ook dat hebben we gelezen in het prachtige hoofdstuk 16 van het boek Handelingen. We lezen daar een prachtige getuigenis over Timotheus. En ik hoop dat je die vijf punten die ik vanmorgen deel echt wil overdenken. En je leven wil toetsen en daarover wil mediteren. Van hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in ons huwelijk? Nou, hier gaat het in Handelingen 16 over het openbare getuigenis van Timotheus. En dat is zo mooi om te lezen. We lazen in vers 1. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. Een zekere discipel. Aan de ene kant viel hij misschien helemaal niet zo op. Er waren meer discipelen. Hij sprong er in een bepaalde zin niet in één keer uit of zo. Maar tegelijkertijd een zekere discipel, misschien wat op de achtergrond, ik kom daar zo nog wel op, want Timotheus scheen een wat schuchter persoon te zijn. Misschien doelen ze daarop, een zekere discipel. Maar hij draagt een geweldig getuigenis, want hij wordt een discipel genoemd. Timotheus, zijn naam betekent godsvereerde of godvrezende. En hier wordt hij een discipel genoemd. En een discipel, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, is meer dan een gelovige. Ik heb het vaker gezegd, maar ik ga het herhalen. Een discipel is allereerst een leerling van de Heer Jezus. Dat is iemand die aan de voeten van Jezus zit. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Hij verlangt onderwijs, vernieuwing van denken, vrij worden door de waarheid van God. Dat is het kenmerk van een discipel. Tweede, hij is niet alleen leerling, hij is ook volgeling. Hij wil de Heer Jezus volgen waar hij ook heen gaat, over bergen en door dalen. Om maar in zijn aanwezigheid te verkeren, is het nodig om hem te volgen. Al de dagen van je leven. Door voorspoed en door tegenspoed. Met tegenwind en voor de wind. Achter Jezus aangaan, hem volgen. Het smalle pad volgen. Zijn voetstappen drukken, zo noemt de apostel Petrus het. En dat is belangrijk, want dat vraagt zelfverloochening. Het kenmerk van een discipel is dat hij volgt niet zijn eigen pad, niet zijn eigen gedachten, niet zijn eigen ideeën of verlangens nastreeft, maar dat hij allereerst ervoor kiest om zijn wil te stellen onder de wil van God en zegt, ik wil u volgen, Heer, waar u ook heen gaat.
En het derde kenmerk van een discipel, wat dus opgesloten ligt in het getuigenis met betrekking tot Timotheus, is dat een discipel ook een vertrouweling is. Je gaat vertrouwelijk om met de Heer. Zoals Psalm 25 dat zo mooi zegt. Vertrouwelijk gaat God om, gaat de Heer om met wie hem vrezen. De vertrouwelijke omgang is voor degene die intimiteit met de Heer beleven. En vertrouwelijke omgang wil zeggen, daarmee deelt God zijn hart. Met die persoon, met die man, die vrouw, dat jongen, die jongen, dat meisje, deelt hij zijn verlangens. En dat is zoiets moois. En als je het beleeft, als je het kent vanuit ondervinding, dan weet je waar ik het over heb. Het is goed om die vertrouwelijke omgang met de Heer te beoefenen. En die moet ook prioriteit hebben in je leven. Dat is een kenmerk van een discipel. Je kent de Heer als een God van nabij, van relatie. Dus een discipel is leerling, is volgeling en is een vertrouweling. En dit wordt getuigd van Timotheus. Handelingen 16, het eerste vers. Er was een zekere discipel. Zijn naam? Timotheus. God vrezende. En het tweede wat van hem gezegd wordt, dat is dat hij een goed getuigenis had. Dat lezen we in Handelingen 16, vers 2. Van wie een goed getuigenis gegeven werd. Er werd in de taal van 2020 lovend over Timotheus gesproken. Hij stond goed bekend. En wat betekende dat nou? Leer en leven waren bij Timotheus in evenwicht. Timotheus was na te kijken. Woord en daad kwamen bij Timotheus overeen. Hij was geen gespleten persoonlijkheid. Handel en wandel. Woord en daad. Leer en leven. Hij stond goed bekend. Hij had een goed getuigenis. En ik weet nog wel, ik woonde in het Westland. En daar zeiden ze nog wel eens, hè, het gebied van de kassen. Als je in een glazen huisje woont, moet je niet meer stenen gooien. En dat is maar al te waar. Als wij belijden een kind van God te zijn, als wij belijden een discipel van Jezus te zijn, is het belangrijk dat we een goed getuigenis hebben. Dat wil zeggen dat leer en leven, woord en daad, handel en wandel met elkaar in evenwicht zijn. Dat we na te kijken zijn. Dat we doorzichtig zijn tot op het bod. Timotheus. Hij was een discipel, had een goed getuigenis. En in 2 Timotheus 3 vers 15, ik ga dat nu niet lezen, maar daar staan die bekende woorden, dat Timotheus de schriften kende, en dan wordt vooral bedoeld het oude, het eerste testament, de schriften kende van jongs af aan. Ze waren hem geleerd. En in 1 Timotheus 4 vers 12 lezen we, Timotheus, laat niemand je verachten, je minachten vanwege je jeugdige leeftijd. Hij was er van jongs af aan mee bekend met de schriften. En hier staat ook nog eens nadrukkelijk in 1 Timotheus 4 vers 12. Laat niemand je minachten vanwege je jeugdige leeftijd. Samenvattend, de meeste uitleggers zijn het erover eens. Dat Timotheus op jonge leeftijd tot geloof is gekomen. Het is de vraag even welke leeftijd nog jong genoemd kan worden. Maar laten we gewoon dat begrip even vasthouden. Op jonge leeftijd tot geloof, tot wedergeboorte gekomen. Wat een geweldige zegen. En het tweede wat je hieruit kan concluderen is dat Timotheus geleidelijk aan tot geloof is gekomen. En dat is belangrijk en daarom wil ik het toch noemen en onderstrepen. Het was bij Timotheus allemaal niet zo plotsklaps gegaan. En dat is belangrijk om ook tegen elkaar te zeggen. De Heer leidt elk van zijn kinderen op een verschillende manier. En Timotheus, dat was iemand van een toeleidende weg, jazeker, hij is naar de Heer geleid. Maar op een heel andere manier als zijn geestelijke vader, Paulus. Timotheus kende de Heer van jongs af aan. Is langzaam maar zeker tot geloof gekomen. Dat is gegroeid in zijn leven. En daar moeten we ook de ruimte voor laten. De Heer leidt elk van zijn kinderen op een unieke wijze. En daarin zien we ook de veelkleurigheid binnen het lichaam van Christus. Wat kunnen er verschillen zijn hoe mensen tot geloof en bekering komen? Ik zie het al in mijn eigen huwelijk. Ik ben totaal anders geleid dan Annette. Ik heb veel meer een Paulus bekering gehad. Ik kan het moment nog aanwijzen dat de Heer me stilzette. Ik weet de plek nog, de woonplaats nog, of de plaats waar het gebeurde. Ik weet bijna de stoel nog aan te wijzen. Plotsklaps, radicaal. Maar Annette is veel geleidelijker geleid.
is langzaam maar zeker tot die overtuiging gekomen. En daarom, dat moeten we laten staan. We moeten er geen modellen van gaan maken. God is de soevereine daarin. Hij is daar volkomen vrij in. Maar wat is de overeenkomst tussen al die gelovigen? Ze hebben overtuiging van hun zonde gekregen. En ze hebben de noodzaak in hun leven ervaren van het offer van Christus. Soms vragen we wel eens, hoeveel zondekennis heb je nodig? Nou, je hebt zoveel zondekennis nodig, dat je zonder de Heer Jezus niet meer kan leven. Zo eenvoudig is het. En dan leidt de Heer al zijn kinderen op zijn wijze. En dan getuigen ze allemaal van de heerlijkheid van Christus, van zijn verlossingswerk, van de inwoning van de Heilige Geest, hoe verschillend ze ook geleid zijn. Dit was mijn derde gedachte, Timotheus en zijn openbare getuigenis. Dan naar mijn vierde punt, zo'n wat korter punt. Maar wel interessant waar ik ook deze dagen over nagedacht heb. Timotheus en zijn persoonlijkheid. Want ik vroeg me in de voorbereiding af, was die Timotheus nou een hele sterke persoonlijkheid? En beschikte hij nou over een sterk karakter, een sterke wil? En was het ook iemand die beschikte over een krachtig, sterk lichaam? Met andere woorden, was hij naar geest, ziel en lichaam echt een krachtig persoon? Nou, als je alle schriftgegevens van Timotheus op een rij zet, als je schrift met schrift vergelijkt en die Bijbelgedeelten erop naslaat, dan kom je tot de conclusie dat Timotheus waarschijnlijk een erg jong persoon is geweest. In de tweede plaats dat hij schuchter was en enigszins teruggetrokken. En ook dat hij lichamelijk niet sterk was. Hij had maagproblemen. En later, je leest dat onder andere in 1 Timotheus 5, vers 23, spreekt Paulus over de wijn waardoor zijn problemen van zijn maag verholpen zouden kunnen worden. Of dat hij in ieder geval aangesterkt zou worden. Met andere woorden, naar geest, ziel en lichaam was Timotheus niet zozeer een heel krachtig figuur. Dat je zegt, nou Timotheus, ja, dat is nou echt zo'n figuur om dit getuigenis te dragen. Nee. Dat niet. Maar dat is voor de Heere God ook niet nodig. Want ondanks dit alles, wat ik van hem genoemd heb, waarschijnlijk jong, schuchter, teruggetrokken, lichamelijk niet zo sterk, waren dit geen hindernissen voor hem om toegewijd aan de Heer te leven. En dit is ook een belangrijke lijn in de Bijbel. Ik moest denken aan Mozes. De Heere God riep Mozes in Exodus 4, Exodus 3, Exodus 4... En Mozes die sputterde wat tegen. En de Heere God zegt, ik heb een mens een mond gegeven. Zou ik hem dan ook geen woorden geven? Met andere woorden, als ik iemand roep, dan voorzie ik wat die persoon nodig heeft. Dat zie je bij Mozes, de roeping. Ik las op Psalm 38 over David bijvoorbeeld. David getuigt in de benauwdheid. De Heere versterkt mij met kracht in mijn ziel. David was een man die in de benauwdheid was. Hij had de kracht van God nodig. Hij kon het niet doen met zijn eigen krachten, met zijn eigen inspanningen. Nee, in de benauwdheid getuigt hij, de Heere versterkte mij. Met kracht in mijn ziel. En ik moest ook denken aan Paulus zelf. De Heer bemoedigde die grote, krachtige apostel Paulus in 2 Korinther 12 vers 9. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Als we nadenken over Timotheus bij dit vierde punt en zijn persoonlijkheid, dan kon Timotheus het niet doen met zijn persoonlijkheid, met zijn lichaam, met zijn karakter, met zijn intellect. Maar uiteindelijk heeft de Heer voorzien in wat hij nodig had. En dat is een geweldige bemoediging. Ik weet niet wat jouw zwakke punten zijn. Ik weet niet waarin jij vaak tekortschiet. Ik weet niet op welke terreinen jij je vaak onbekwaam en ongeschikt voelt. Maar de vraag is niet of je geschikt bent of je bekwaam bent, maar of je beschikbaar bent voor God in deze tijd. Om als een Timotheus te leven. Rein, heilig, toegewijd, afgezonderd voor de toewijding aan de eeuwige. En dan belooft de Heer jou en mij, mijn genade wordt juist in jouw zwakheid zichtbaar. Mijn kracht manifesteert zich door jouw zwakheid heen. En zo krijgt God de eer in ons leven. Dan mag Hij wassen, de Heer Jezus, en wij minder worden. We gaan naar mijn laatste punt, mijn laatste gedachte. En dat vind ik toch wel mooi om even iets over te zeggen. En dat punt luidt, Timotheus en zijn geestelijke vader. Kijk,
heb iets gedeeld over de achtergrond van Timotheus. Dat was mijn eerste gedachte, de generaties voor hem. Ik heb iets gedeeld over de ouders van Timotheus. Ik heb iets gedeeld over zijn openbare optreden en zijn persoonlijkheid. En in het laatste, in het vijfde punt, nog iets over zijn geestelijke vader. En daarvoor wil ik nog een paar versen lezen uit 1 Timotheus 1. Daar staat onder andere dit, 1 Timotheus 1, het tweede vers, zomaar kort even wat zinnen. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon, in het geloof. En dan in 1 Timotheus 1, vers 18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus. En dan verderop in 2 Timotheus 2. Daar lezen we in het eerste vers, 2 Timotheus 2, vers 1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Drie teksten heb ik je voorgelezen. Uit de eerste Timotheusbrief, de tweede Timotheusbrief. En steeds wordt daar gesproken over een vader-zoon relatie. Dat zegt dus iets over de relatie tussen Paulus, de apostel, die waarschijnlijk aan het einde van zijn leven gekomen is, en Timotheus, die aan het begin van zijn bediening staat. Paulus aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn bediening, en Timotheus staat aan het begin van zijn bediening. En ze spreken elkaar aan, althans Paulus spreekt Timotheus aan als zijn zoon. Je zou kunnen zeggen, geestelijk gesproken is er sprake van een vader-zoonrelatie. Nou, als de Heer iemand in je leven gebruikt die het middel is waardoor jij tot geloof en bekering bent gekomen, een middel in Gods hand, een instrument in Gods hand is geweest, dan wordt die persoon vaak genoemd jouw geestelijke vader of jouw geestelijke moeder. Dat is iemand die voor jou tot grote zegen is geweest. En dat is Bijbels spraakgebruik. Je ziet dat hier ook in 1 Timotheus en in 2 Timotheus. En dat kan uiteraard, laat dat heel duidelijk zijn, ook je natuurlijke vader of je natuurlijke moeder zijn. En wat zou dat geweldig zijn als dat zo is in jouw leven. Dat jouw natuurlijke vader, jouw natuurlijke moeder, ook jouw geestelijke vader, jouw geestelijke moeder is. Soms is dat zo. Dat is een geweldige zegen. In sommige gevallen is dat niet zo. Ik vind het heel wonderlijk dat we niet zoveel lezen over de vader, de natuurlijke vader van Timotheus. En over de relatie met hem. Hij had een Griekse vader, heb ik je gezegd. Maar we lezen wel heel veel over de geestelijke vader van Timotheus. En dat was de apostel Paulus. Paulus noemt Timotheus zijn oprechte zoon in het geloof. Oprecht. In het geloof. Een oprechte zoon. Het was een zoon waar hij van op aan kon. Oprecht. Transparant. Eerlijk. Toegewijd. Zo had hij Timotheus leren kennen. En hij beschouwde hem als zijn eigen zoon. Geestelijk gesproken. Timotheus is waarschijnlijk op de eerste zendingsreis van Paulus tot geloof gekomen. En Paulus heeft Timotheus daarom meegevraagd op de volgende zendingsreis om hem te helpen. Dat is ook mooi, hè? Er was geen sprake van een generatiekloof. Paulus en Timotheus werkten samen. Ze gingen samen op zendingsreis. En later, als Timotheus voorganger is in de gemeente van Efeze, dan schrijft Paulus de twee pastorale brieven. Twee bemoedigende brieven, 1 Timotheus, 2 Timotheus, om Timotheus in het moeilijke werk te steunen. Dus je ziet de geweldige samenwerking tussen Paulus als geestelijke vader, Timotheus als geestelijke zoon. Er is geen generatiekloof, samen in dienst van de Allerhoogste God. Dat is zo mooi om een ander mee te nemen. En ik kan het nu niet lezen, maar je leest onder andere in Filippenzen 2, vers 19 tot en met 23, als Paulus gevangen zit en hij de gemeente in Filippi niet zelf kan bezoeken, dan zegt hij dat hij Timotheus, de Godvrezende, zal sturen. En hij, als het ware, Timotheus stuurt om de gemeente te bemoedigen, op te bouwen, etcetera, etcetera. Het blijkt dus, en dat wil ik ermee duidelijk maken, dat er sprake was van een bijzondere relatie tussen die twee. En dat ze nauw samenwerkten. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Ik studeerde in Rotterdam. En ik kwam tot geloof in de Heer Jezus. En ik voelde me eenzaam. En verlaten. En
Ik had een oude broeder van in de 90 leren kennen. Was een hele bevindelijke man. Droeg een driedelig zwart pak. Hij had zo nu en dan ook nog een zwarte hoed op. Maar dat was voor mij mijn geestelijke vader. En er zijn er meer bijgekomen door de tijd. Maar ik had in die tijd, in de fase waar ik mij toen in bevond, in mijn geestelijk leven, heel veel steun aan die man. Hoe hij getuigde, hoe hij met de Heer leefde, hoe hij met de Heer zijn weg ging. Daar vertelde hij over. En ondertussen vormde hij je denken. Dat deed mij zo goed. En ik was ook redelijk van streek toen ik hoorde dat hij ernstig ziek was en uiteindelijk dat hij was overleden. En dat ben ik nooit meer vergeten. Ik denk nog vaak aan hem terug. Soms was ik zo in twijfel, dan liep ik in het midden van Rotterdam, in het centrum. En dan twijfelde ik aan het godsbestaan, aan de waarheid van de Bijbel. En dan ging ik s'avonds naar hem toe en dan verdween alle twijfel als sneeuw voor de zon. En overtuigde die me dan heel erg van Bijbelse principes? Nee, hij vertelde gewoon van het leven met de Heer. En doordat hij vertelde over de omgang die hij had met God, verdween de twijfel als vanzelf. Zijn leven was voor mij een bevestiging dat de Bijbel de waarheid is. Dat God een realiteit is, een werkelijkheid. Mijn geestelijke vader. Hij lag theologisch helemaal niet zozeer op mijn lijn. En toch zat er iets in. In hem, wat hij deelde, wat ik nooit meer ben vergeten. En wat een fundament in mijn leven heeft gelegd. Een geestelijke vader. Het is zo vormend. En ik ben zo dankbaar als ik 20 jaar terugkijk dat er zoveel geestelijk volwassen mannen en vrouwen op mijn weg geplaatst zijn. Waar ik van heb mogen leren. Die mij gevormd en gekneed hebben. En je mag ook weten, ik heb er ook om gebeden. En de Heer heeft ook die gebeden verhoord. Geef mij geestelijk volwassen mensen in mijn omgeving. Waar ik me aan op kan trekken. Ik ga afsluiten. Ik hoop dat je deze 5 punten hebt gevolgd. En dat je erover na wil denken. Hoe is het in je leven? Dat het je mag aansporen. Om net als een Timotheus de Heer te vrezen en te dienen. En de Heer zal voorzien. Als dat jouw verlangen is. Hij zal voorzien in wat je daarvoor nodig hebt. Nu zegt een van de jongeren misschien, Jacques, ik volg je preek van begin tot het einde. Toch heb ik nog een prangende vraag. En die vraag luidt, nogmaals, ik volg je preek, ik heb de lijnen gevolgd, maar waarom zou ik mij nu ik nog jong ben, bekeren tot de Heer? Waarom zou ik mij in geloof aan hem overgeven? Ik wil nog zo genieten van het leven. Ik wil mijn eigen ding doen. En ik heb nog zoveel, nou ja, noem maar op. Kan ik dat niet wat uitstellen? Het kan toch ook op een later tijdstip? Timotheus, hij kende de Heer. Hij vreesde de Heer van jongs af. Laat mij 3 Bijbelversen en een aantal redenen noemen waarom het belangrijk is dat jij vandaag kiest wie jij dienen zal. Ik lees een tekst voor uit Prediker 12, vers 1. Daar staat, en denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan u zeggen zult, ik vind daar geen vreugde in. De eerste reden om je nu te bekeren en om het evangelie te geloven is deze. God is jouw schepper. Dat is voor mij de eerste en belangrijkste reden om jou op te roepen je te bekeren, niet morgen, maar vandaag. God heeft jou geschapen. Hij heeft jou gewild. Hij heeft recht op je leven. Jouw schepper roept je op om aan hem te denken. En dat wil zeggen, denken niet alleen in je gedachtenleven, maar vanuit je denken ook je te bekeren. Dus er komt vanuit het denken een beweging op gang. Je wendt je tot God en wendt je af van deze wereld. Dus de eerste reden waarom je je vandaag moet bekeren is het feit dat God, jouw schepper, recht heeft op je leven. Het tweede, dat staat ook in dit vers. Als je ouder wordt, en dat klinkt nou net of ik al 80 ben, maar als je ouder wordt, komen er gegarandeerd tijden van tegenslag, van moeite, van ziekte, van lijden. Ik moest daar zojuist nog aan denken. Toen ik 20 jaar was, was ik nog niet getrouwd. Droeg ik amper nog verantwoordelijkheid, leefde ik mijn leventje. Ik had nog geen kinderen. Inmiddels ben ik getrouwd. Inmiddels heb ik 4 kinderen. Mijn verantwoordelijkheid is groter geworden.
Ik moet je ook eerlijk bekennen, mijn zorgen zijn ook toegenomen. En ik weet niet wat me nog te wachten staat. Gelukkig heb ik de Heer om mijn 20ste leren kennen. Met andere woorden, ik weet niet wat me nog te wachten staat aan moeite, verdriet, lijden, tegenslag. Maar één ding weet ik wel, ik was blind, maar nu zie ik. Ik heb de vaste grond gevonden waar je mijn anker eeuwig hecht. Met andere woorden, ik heb de Heer in mijn gezonde dagen ontmoet. Ik heb hem in mijn gezonde dagen leren kennen. Want er komen dagen, zegt Prediker 12 vers 1, even in de taal van 2020, dat je er geen vreugde meer in vindt om hem te zoeken. Dat je je handen vol hebt aan je ziekte, aan je moeite, aan je zorgen. Je hoofd zit helemaal vol. Je hebt genoeg aan je kopzorgen. Laat staan dat je nog ernstig God gaat zoeken. En daarom, de tweede reden is, zoek in je gezonde dagen de Heere God, de Heere Jezus. En wie hem zoekt, die vindt hem. En doe dat voordat de kwade dagen komen. En gegarandeerd, dat is niet omdat ik negatief ben, maar die gaan komen. Absoluut een zekerheid. De derde reden. Het leven in de zonde kan grote gevolgen hebben als je ouder wordt. Dat wil ik eerlijk tegen je zeggen. Je kan nu zeggen, ja Jacques, ik ga nog even los. En ik ga nog niet het leven van Timotheus leven. Ik wil nog even losgaan in deze wereld. En als ik wat ouder ben, zal ik me bekeren en me tot God wenden. Maar weet je, en dat vergeten heel veel mensen. De zonde kan een verwoestende werking hebben tot in lengte van jaren. De zonde kan grote gevolgen hebben als je ouder wordt. Gevolgen naar je geest, naar je ziel en naar je lichaam. En daar ben ik ook mee begonnen. Die jongens die ik heb ontmoet hebben een prachtige getuigenis. Indrukwekkend. Maar een heftig verleden. En soms blijvende schade tot op de dag van vandaag. Waar ze nog steeds mee worstelen. Kijk, de Heer wil onze zonden vergeven. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar de gevolgen van de zonde, die neemt hij niet altijd weg. Die zou je moeten dragen. En dat vinden sommige mensen heel moeilijk. En ik noem dat altijd eerlijk in het pastoraat. Ik lees het ook in 2 Samuel 11 en 12. David had gezondigd, had overspel gepleegd met Bathsheba. En het kind wat uit het overspel voortkwam, dat moest uiteindelijk sterven. Hij moest zijn zoon kwijtraken. En dat heeft hem verdriet gedaan. Tot in het diepste van zijn ziel. En David heeft zijn leven lang gevoeld dat hij gezondigd had met Bathsheba. Dat is de derde reden. De gevolgen van de zonde kunnen immens zijn. Naar je geest, naar je ziel en naar je lichaam. Later in je leven. En de laatste. Het uitstellen van je bekering en de overgave aan God kan leiden tot afstel. Het is ook een gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik moest denken aan Handelingen 24 vers 25. Daar zegt de stadhouder Felix tegen Paulus, die enthousiast is over de Heer Jezus en wat God in zijn leven had gedaan. Hij zegt op een gegeven moment, als het een beetje te heet onder de voeten wordt, hij zegt, Paulus, nu kan je gaan en op een later tijdstip roep ik je nog wel eens terug. Maar we lezen niet meer over Felix, althans niet over het feit dat hij zich heeft overgegeven. Uitstel kan leiden tot afstel. Kom later wel. Maar wie weet of dat later ooit nog komt? Dat is één, of je later nog het leven hebt. Maar ongehoorzaamheid kan je ook verharden. Onverschillig maken. Wereldgelijkvormig maken. En daardoor word je ongevoeliger. En daardoor leidt uitstel uiteindelijk tot afstel. Als je Gods stem vandaag hoort, ik wil je oproepen. Geloof zijn woord. Buig je voor hem. Verhard je niet. Maar laat je leiden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En er is geen beter leven dan de Heere Jezus na te volgen. Dicht te leven bij het vaderhart van God. De geest in jou te hebben als leidsman die je leidt in de waarheid. En de waarheid maakt je vrij. Timotheus, een man die God toebehoorde. Goed voorbeeld doet goed volgen. Amen.